klopt. Tuurlijk klopt het. Kom op, man. Weet toch iedereen, joh. Zal ik beginnen? Ja, jij mag beginnen voor deze keer dan. Komt-ie. Eerste vraag. Wat was het laatste nummer waar Per Schuurs naar heeft geluisterd? A. Drake. B. Rowan Hezen. C. Kidding. Ja, B ken ik niet. Moet je zijn? Jawel. Je hebt hem vanmiddag gedraaid. Heb je serieus? Ja, ja. Oh, toen ik die carnavalskaart speelde. Ja. Nee, ik denk dat jij in de tussentijd allemaal mijn muziekje hebt geluisterd. En ik weet dat jij wel... jij bent wel een rapper, en dat zou je niet denken, maar jij bent wel een rapfan. Dus het is of C of A. Ja, ik denk dat ik toch voor A ga. Ja, weet je het zeker? Ja. Klopt. Ja, dan is het toch goed. Je hebt het helemaal goed, ja. Is toch mooi? Is toch één puntje binnen? Is prima gedaan. Rijk. Tegen welke tegenstander droeg Matthijs de Ligt voor het eerste aanvoerdersband? A. Heerenveen. B. Feyenoord. C. PEC Zwolle. Ik ga voor B. Tegen Feyenoord. Ai, Heerenveen. Dat is een matig begin. Godsamme. Heel slecht begin. Kom aan, Per. Focus. Komt-ie. Vraag 2. Hoeveel goals maakte Per Schuurs in de Jupiler League? A. 8. B. 9. C. 10. Ja, dat is denk ik alleen dit seizoen, toch? Denk ik. Totaal. Ja, ik weet, we hebben het toevallig er laatst over gehad. Ik weet dat jij dit seizoen 8 goals hebt gemaakt. En jij zal er vast nog wel eentje die vorig jaar ook gemaakt hebben. Ik ga dan toch, want jij hebt ook tegen je jongeren gescoord jaar voor. Dus ja, ik ga voor 10. Dat is helemaal goed. Ja, dat is dus heel mooi gedaan. Dus. Ja. Goeie gok. Dat is geen gok. Dat is gewoon een rekenen, man. Nee. Hoeveel centimeter is de Matthijs de Ligt volgens de Ajax website? A. 1,85. B. 1,90. C. 1,88. Nou, ik weet alleen van Matthijs zelf en dat is 1,88. Dat klopt. Prima. Mooi puntje. Daar zijn we weer. Ja. Wat was de eerste club van Per Schuurs? A. Fortuna Sittard. B. FC Ria. Of C. Leonidas. Nou ja. Zo, dan vraag je me. Het lijkt me toch niet dat hij vanaf zijn 5 al bij Fortuna Sittard speelt. Maar... ik ben begonnen met 3. Met 5 zal ik bij Fortuna. Ja, dit is een tip. Dat mag ik dus niet... Ja, dus geef ik je die tip. Die weet je toch al. Ja, maar die weet je toch al. Ja, dan zal het... antwoord B zijn, denk ik. FC Ria. Weet je zeker? Ja, want jij had ook een afscheidswedstrijd daar. Dan weet ik 100%. Ja. 100% stond hij met zijn blije kop. Dat klopt. Kijk, niet hoor. Goeie voorsprong. Naar welke tekenfilmserie keek Matthijs de Ligt vroeger? A. Dommel. B. Pokémon. C. Kluifje. Kuifje. Nou, die staat nu wel aardig, ja. Pokémon, zo ziet hij niet. Ik ga voor... C, Kuifje. Klopt helemaal. Dat is klopt helemaal. Prima, ja, ik zie hem daar staan dus. Pokémon ook een mooi programma, maar Kuifje stond toch echt even... nog even iets hoger. Ja. Vraag 4. Wat doet Per Schuurs s'morgens als eerste? A. Bellen. B. Omkleden. C. Douchen. Douchen sowieso niet, want dat doet hij niet in de ochtend. Nee, ik denk, het lijkt me sterk dat je eerst omkleedt en dan gaat douchen, toch? Dat lijkt me heel raar. Dus de B valt sowieso af. En dan heb je A, bellen. Tot nu toe niet, ik zit met je op de kamer, dus... Ja, nu is er, dan moet ik jou laten slapen, toch? Ja, nee, ik denk, ik ga toch voor C, douchen. Ja? Ga ik toch voor C, ja. Dat klopt. Tuurlijk klopt, kom op, man. Dat weet toch iedereen, joh. Welke sport beoefende Matthijs de Ligt naast voetbal in zijn jonge jaren? A. Tennis. B. Handbal. C. Basketbal. Basketbal, zo zie ik je helemaal niet voor zitten. Oké. Okay, handbal. Cases. Handbal, ik geloof dat je spelregels niet weet of wel. Tuurlijk wel. Nee, ik ga voor A. Tennis. Klopt.
klopt. Yes. Helemaal tennis. Tuurlijk. Ik denk dat ik de handbalregels niet ken. Nee. Wat is de ideale vakantiebestemming van Per Schuurs? A. Ibiza. B. Griekenland. Of C. Amerika. Nou, kijk, hier hoeven we niet kort of lang af te doen. Dat weten we allemaal wel. Als je jouw Instagram-story een beetje in de gaten houden, dan weten we natuurlijk dat jij een Ibiza-fan bent. Dus Spiegel, ik ga voor A. Spiegelplanga, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt, was mijn spiegelplangaatje. Laatste dag. Spiegelzonnebril, ja. Wat was de eerste voetbalclub van Matthijs de Ligt? A. FC Apeldoorn. B. Argon. C. Ajax. Ik weet dat hij woont in Apeldoorn. En ja, Argon, ik ken de hele club niet. Ajax, daar ben je niet begonnen, dus ik ga voor A. Dat klopt, FC Apeldoorn. Ja. Mooi clubje. Zeker. Ja, dan is het toch... Dat is maar één winnaar, ja. Maar één winnaar inderdaad. Dat klopt, goed ja. Speel. Weinig verschil. Dat is een mooi... Ik was al teleurgesteld dat je de eerste niet wist, maar ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Ja, was het druk. Was het druk, ja. Eerste vraag had lastig. Klopt. Komt-ie. Oh, hij spaart me gewoon. Ik spaar hem, Dat tuurlijk, altijd. Heel mooi. Kamergenoten. Ja, tuurlijk, dat moet.